Wat nou zo bijzonder is aan deze manoeuvre is dat Red 2 volledig vermogen moet bijhalen om Red 1 erbij te houden. De toestellen hebben eigenlijk bijna geen energie meer omdat ze omhoog gaan. En willen eigenlijk liefst zo dicht mogelijk bij elkaar zitten. Bij de vertical pull-up is altijd een heel mooi moment om mooie foto's te maken. Wat er gebeurt is dat de toestellen naar wat grotere hoogte klimmen zo dadelijk. En dan vervolgens een hartje gaan vliegen. En uit het hartje gaan ze een spin maken. Oftewel, allebei vliegen hun eigen solo, maar weliswaar weer in spiegelvorm. Daarnaast hoort je ook allerlei codes, line address right, line address left. Dat zijn militaire codes om aan te geven waar je met de vliegtuig moet zitten. Of eronder, of aan de zijkant, line address in dit geval. Met ruim 600 km per uur langs elkaar heen. Dat zijn echt hele serieuze snelheden. En zoals ik net al zei, Alex Koemaak heeft het ook al aangegeven. Deze toestellen kunnen maximaal zo'n 6G trekken. Dat wil zeggen dat u 6 keer uw zwaartekracht in de cockpitstoel kan ervaren. En als u zegt van nou, dat wil ik een keer meemaken. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen van niet. Dan kunt u bij www.vliegschool.nl u opgeven voor een vlucht. Uiteraard wel tegen betaling. En kunt u gewoon een oefensessie meemaken. Wat natuurlijk redelijk uniek is in Nederland. Van links naar rechts een high speed pass, zoals het heel mooi heet, op 100 voet. Oftewel 30 meter. Ja, dat is op de einde van ACVD. En speciaal voor u, voor het mooie buurtfeest, een groet namens Red Sensation 2008. En natuurlijk mag u zwaaien, want ze kunnen u uitstekend zien. Dames en heren, hartelijk bedankt dat wij hier mogen optreden voor u. Red Sensation 2008. Kunnen springen 1200 voet is, dus 400 meter. En dit zijn springers van de landmacht. En nogmaals, ze zullen terechtkomen op het feestterrein bij de landmachtstand, de werf. En daar komen er nog een. En die trekt zijn paraplu vrij vroeg. Hij trekt het nu. Nou, en u ziet dat de uitdrukking vliegende matras. Nou, dat klopt. Dit zijn bestuurbare parachutes. Als ze wat dichterbij komen, dan zult u zien dat links en rechts aan de parachute van de springer, er zitten een paar lijnen, dat noemen ze dan de risers. En daar kun je aan trekken, daarmee verander je het vleugelprofiel van de parachute iets en daarmee kun je hem sturen. Kom keurig netjes naar beneden gedwarreld. Ja, het zou mijn liefhebberij niet zijn, maar deze jongens zijn eraan verslaafd. Ja, we hebben echt geluk met bewolking. Dat is wel eens anders geweest. Overigens, als extra stukje info, het korps commandotroepen, die springen ook met dit soort chutes. En die kunnen dus dwars door de wolken heen springen.
Die komen vanaf hoogtes van 20, 23, 25.000 voet. Dat is omgerekend nou een kilometer of 7, 8 hoog. Goed zo, Baf. En kunnen dan met deze parachutes een afstand van ongeveer 200 tot 300 kilometer kunnen ze overbruggen. Staan met headsets in hun helmen in verbinding met elkaar. En vliegen dan als het ware vijandig terrein of een doel waar ze terecht willen komen. Hebben in de lucht ook GPS apparatuur bij, een Global Positioning System. Dus terwijl ze naar beneden komen weten ze ook nog precies waar ze zijn. En de bedoeling is om bij nacht en ontij, zonder dat een eventuele vijand dat in de gaten heeft, dat zij bepaalde objecten kunnen bespringen en daar observeren. We hebben gisteren het vogelschieten gezien en ja, het waren net de bewegingen, Hans. Ik zal je niet in discrediet brengen. Maar dat vogelschieten moeten we nu maar even niet doen met die para's in de lucht. Geloof me of geloof me niet, die is ontworpen in 1483 door Leonardo da Vinci. Echter, dat was een hele tijd later, in 1797, heeft een Fransman, de heer André Jacques Garnerin, dit voor het woordenboek, heeft de eerste parachute gemaakt vanuit een, sorry, de eerste parachutesprong gemaakt vanuit een lucht. Van de paraclub Flevo zien. En ja, leuk om te doen. Sensationeel. Een wagentje op. Want de Antonov 2 is in aantocht. Ik wil nog even een fotootje maken. Dit is een vliegtuig uit 1957 en wordt nu gevlogen in de kleuren van Oost-Duitsland, van de Deutsche Lufthansa. En de Oost-Duitse registratie heeft hij ook, de DMSKL, in tegenstelling tot Nederlandse registratienummers. Ja, dat. Het woord spreekt eigenlijk voor zich, het is een biplane. Dat wil zeggen, hij heeft in plaats van twee vleugels, vier vleugels, links en rechts twee onder elkaar. En dit is het grootste biplane in de wereld. Dus mocht u besluiten om van de diensten van Rob de Man, van de diensten van Rob de Man gebruik te maken, dan... Ik heb hier een keer de krant staan en zo, dus daar hebben we een mensen van. Nog een paar aardige weetjes over dit toestel. Het is een van de vier meest gebouwde toestellen ter wereld. Want de andere drie zijn er zelfs, 1, 2, 3, uit mijn hoofd moet weten. Dus heeft een, zoals Rob zelf zegt, een superlatieve oldtimer. Zeg hem even zakjes omdraaien. Dat is hartstikke mooi. Dan loop je de zakjes in binnen en dan krijg je er weer binnen in. Dat is ook mooi. Hier
kijken. Dan kun je er zo mooi binnenin kijken. Dan heb je alles erop. En dan moet je de voorbereiding mee lopen en dan maak je voor de snuit erop. Die is ook mooi. Wat meer te weten wilt komen over dit vliegtuig, de meeste mensen van ons die zitten toch wel op het internet, zo tegen de 4, 5G aan zit. Zullen ze misschien afvragen wat die wit en zwarte strepen op die vleugel doen? We waren daar om het vliegtuig. Ja, ook Get the makeup. That's a moment.
kapiteins die hoorde ik net het woord keur roepen. Mijn Frans is niet superlatief. Maar ze hebben ook een verrassingje voor u. En ik wil u op dat punt ook wel eventjes mee laten luisteren op de boordradio. Oké, dames en heren, u heeft het gehoord. Ja, of misschien niet, het was niet heel erg duidelijk. Maar heeft de kapitein dus een hart zien maken in de lucht dat het uit liefde en plezier voor u gedaan is. En Marianne die heeft geprobeerd een goede dag te zeggen in het Nederlands. Ja, het roept nog heel wat uit de Tweede Wereldoorlog.
Hey. Laat ons koelen.